Eén wijziging in de opstelling van NAC ten opzichte van de gewonnen wedstrijd bij Cambuur. Garbutt is terug na zijn interlandverplichting met Nieuw-Zeeland. Het gaat in de opstelling van Van Gastel ten koste van de basisplaats van Sabir Agoujil die op de bank zit. Telstar met dezelfde ploeg als in de gewonnen wedstrijd tegen MVV. Dus met Overtoom en hier met Edda Shouri. Hij krijgt de eerste kleine mogelijkheid voor de ploeg van Mike Snoei. 4 keer gescoord in de eerste maanden van het seizoen. Telstar dat zo moeizaam startte met 6 verloren wedstrijden. Maar de laatste tijd meer en meer punten gaat pakken. Het won van Jong Ajax en het won vorige week van MVV. Dit is Edda Shouri met een fantastisch doelpunt. Geen houden aan voor de keeper van NAC, Tijn Troost. En Telstar gaat heel brutaal van start. Kemper wordt makkelijk uitgespeeld. Edda Shouri haalt overtuigend de trekker over. En Telstar staat dus op voorsprong. Turfkruijer gebruikt zijn lichaam goed. Plat. Overtoom. Edda Shouri, daar is hij weer. Heeft zelfvertrouwen na zijn 5e doelpunt van het seizoen. Hier gaat de bal recht op Tijn Troost af. 7 punten in de laatste 3 wedstrijden voor NAC onder Jean-Paul Van Gastel. Gaat het een stuk beter dan onder Hubala. En dit is blijkbaar een strafschop. Zo vindt scheidsrechter Nick Smit. Aanvoerder Apau kan het niet geloven. Wernersson geeft voor. De bal komt op het lichaam bij Apau. Het is alles behalve een penalty, maar toch gaat de bal op de stip. Vanaf 11 meter is het raak via de Tsjech Janosek. En dan staat het na 20 minuten 1-1. 5e doelpunt van het seizoen voor Dominique Janosek. Maar een strafschop had het natuurlijk nooit mogen zijn. Grote fout van scheidsrechter Nick Smit. Telstar flink benadeeld. Leemans voor NAC. Kemper, die zo schitterend scoorde in de wedstrijd tegen Cambuur. En de winnende maakte in de wedstrijd tegen Groningen. Wat dat betreft dus de smaak te pakken heeft de laatste weken. Paas van Jan van den Berg, die ook scoorde tegen Cambuur met het hoofd. Hauge. Rechtop Joey Houweling af. NAC nog altijd zonder Kortsmit, Van Schuppen, Omarsson. En ook nog zonder Martina en Vet, die wel op de weg terug zijn. In de tweede helft wordt NAC sterker. Leemans. Dit is een aardige aanvalsopzet. Koscielnik ondersteboven gelopen. En een gele kaart voor Jaden Turfkruijer. Terechte kaart voor het onderbreken van een veelbelovende aanval. Van Gastel ziet dat zijn ploeg dichter en dichter bij een doelpunt komt. Houweling moet weer optreden. Dit is Garbutt. Telstar komt niet zo heel veel aan aanvallen toe. In de eerste 20 minuten van de tweede helft. En daar komt NAC weer. Koscielnik. En de kopbal van Boeren zit er bijna in. Scoorde tegen Groningen, scoorde tegen Cambuur. Tom Boeren. En met name in de wedstrijd tegen Cambuur was hij ook echt heel goed. Hier is Garbutt. En daar is de 2-1 voor NAC. Zeker niet onverdiend de voorsprong voor de ploeg van Jean-Paul Van Gastel in de tweede helft. Want NAC is sterker dan Telstar. Is niet meer te belopen voor Koswal. En Garbutt, die interland speelde voor Nieuw-Zeeland, zet NAC dus op voorsprong. En dit is de volgende mogelijkheid al. Redding Houweling. Garbutt speelde tegen Australië, speelde ook tegen Congo. Een wedstrijd die in Murcia in Spanje werd gespeeld. NAC wil meer. Janosek. En via Boeren gaat hij erin. Weer een doelpunt voor Tom Boeren. En 3-1 voor NAC. Hij scoorde dus tegen Groningen. Hij scoorde tegen Cambuur. En maakt nu in 3 wedstrijden op een rij een doelpunt. Voor de ploeg van Jean-Paul Van Gastel. En met 3-1 lijkt het dan wel gespeeld. Al wist Telstar vorig seizoen in de thuiswedstrijd tegen NAC nog wel terug te komen van een achterstand dankzij 2 doelpunten van Quinten van den Heerik. Beide goals toen in de extra tijd. Maar goed, dat was in Velzen. Nu in Breda komt Telstar niet meer terug in de wedstrijd. Daar is NAC te sterk voor. Overtreding en een gele kaart voor
de Belg Sebbe Augustijns. Kwartier voor tijd. Telstar probeert het nog wel, maar creëert niet veel. Augustijns, hé, dat is de volgende overtreding. En dan komt er een tweede gele kaart voor hem. En moet Telstar in de slotfase dus verder met 10 man. Iets wat ongelukkig is het wel voor Sebbe Augustijns, die dus twee keer geel krijgt in 5 minuten tijd. In de 90ste minuut dan, de team van Telstar met Apau nog uit de draai, maar die bal gaat naast. En dichterbij komt Telstar niet, weer een overwinning voor NAC onder Jean-Paul van Gastel. De weg omhoog is ingezet.